Telepath is verbonden met de ziel van onze aardbol. De goeie, de couleur, maar een minder rechte smaak. Vol de daad volgt maar amper op het woord. Ze vaak wolven, gecamoufleerd en paraderen in schaapswol. Hallucinerende professoren experimenteren. Om bewogen met puur vergeven in de maatkolf. De maat vallen, het relaas hol. We laten alles liggen, dus het collectieve antwoord is vaak lol. De schenilligheid verroddert me met regelmatig. Ik verbind mijn letters met een diamanten vezeldraad voor tegen in de stroom te zwemmen. Van het artificiële aquarium waarin dat we amper symptomen herkennen. Van predatoren die in de rollen erover en te slagen in de laffe upzetten ze voor ogen en. De metaforen bestaan niet voor een goed beeld te schetsen van de reële effecten die dus momenteel beletten voor het geheel te sterren. De piramides brokkelen of vaccin, dat is een intuïtieve, inherente, introspectieve connection met de omgeving vlot ontkoppeld wordt. En dat de mensen met de pupen of de bottle start. Uw materiële sprokkeltocht is compensatie voor het gebrek aan een prette sprekende combinatie. Met holle communicatie, midden zorg voor de consternatie. En een wereld met tekort en echte concentratie. We gaan van hak, not tak, not tik, not tok, not tik, tik. De klok is lekker dit bom. De wissers draaien er alle kanten uit de sitcom. Is een media gestuurde dwangbus. Fatale klank drupt uit de symfonie van ons planetaire orkest. Maar weinig misofonie begedongen. Te brabbelen kranolene maar zeven uit. Wanneer een stilte mag worden als ze maar meer en meer geluid. Zoveel white noise dat we zwarte sneeuw vangen. Zo, hij witte kerst dat bloeit alleen langs stroomt. En crypto dat in feite niet moet gaan. We scheppen oneindig lijden en het tijdelijk bestaan. We wijzen van te reizen op de maan, maar kunt ter plekke niet eens reizen. We reizen allemaal, dus de stakes bedoelen wat hebben we nu bereikt. Wat hedendaags is alles in de werkelijkheid fake. En dat is letterlijk een feit. En op een bloze mening of een hyperbol kreeg een correcter niet gezegd. Voor de meeste is het een spel. Als je telkens iemand pleiden voor je alleen via OnlyFans en fanbase bereik barsten in onze fundage. Wat zien we al we niet meer echt kunnen relateren in onze relages. Om mensen over het algemeen stresseren via confrontatie. In het echte leven maar excelleren bij digitalisatie. Als je mag dat je niet achterkomt. De aandacht wordt alleen nog gevestigd op de laatste honk. En onderweg zijn is dus afgestomd tot loutere middel tot doel. De set is gevoel niet meer in de router naartoe. Maar begin me pas moeite te doen. Nou het erachter komt dat er iets te bereiden is op het einde van de marathon. We zijn dus blind voor de feiten dat er geen doel te bereiden valt. Dat het doel zit in reizen en elke stap de vorm lijkt. Of dat een allerlaatste is door eens gewoon neerzetten. We lezen teksten maar snappen niet van het vak jargon. Van vele merken de barsten in onze bastion. Maar dolie van in onze kamer is het dode mastodont. De blik is afgewend van de reële toestand. En toen nog, we zien niet gelder omdat we in de roesgang. Bedwaan door de fantasie dat we tot leven roepen. Maar we just met oppervlakkige ideeën bezig houden. Het is de omgeving die iedereen stimulatie geeft. Je zoekt niet deuren en uit de midden een simulatie zit. We gaan gebukt onder overdreven prestatie drift. Ik zie dat er een groep is die niet meer recht om relaties geeft. Alles is vluchtig, we zien niet dat te laten is. Dat groot en gros van onze investering de fundatie mist. Als ze gebouwd zijn op nonsens en dat de naastige geen zekerheid maar een voorwaardelijke situatie is. Ik asem in en voel de lucht onder mijn borstkas. Ik zie de route van mijn innerlijke kompas. Ik snap de woorden van tegenstelling en contrast. En asem rustig uit, zodat mijn zorgen ontlast. Je moet soms stellen staan omdat je zoekt voor het graan. Soms zeg je beter niet dat je wel de positief geluid maakt. Nou joh, is nog wel je droom van, kun je niet resoluut waan. Maar er zit ook weinig zin in niet en doen en uitslaan. Het evenwicht is niet gratuit of als dat spreekt. Nochtans is er niet veel vereist voor een geweldig leven. Probeer de mensen rondom je oprecht respect te geven. En besef dat we verbonden zijn. Werkelijk connecteren zit hem in het feit dat niemand beperkt of wil kleneren. Dat je elke dag beschouwt als een kans voor te genezen van de kwalen of de trauma's die je blijven limiteren. Zodat je het meeste van de dit kan uitblinken of excelleren.